Welkom bij aflevering 8 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Lieselotte de Schutter, een waargebeurd horror-audiodrama. Het is 9 jaar geleden dat mijn ouders en ik in een rush thuis kwamen van Thailand, van vakantie. En ik moest direct op Girokamp vertrekken. Het kamp was al 2 dagen bezig. Dus mijn ouders hebben mij en mijn fiets direct in auto gestoken, op, vertrekken naar Oefalies. In Dardenne was dat. Ah ja, iedereen weet dat wel waarschijnlijk. En ze zetten mij daaraf, fiets, juist perfect in orde gemaakt door de fietsmaker. En we vertrokken direct op fietstocht met Giro. Ja, veel bergop en bergaf in Dardenne, iedereen weet dat wel. Dus ik vond dat de max, ja. Ik waaghalsje. Elke keer als het een steil bergaf was, woop, al ramen los, chaise naar beneden, woehoe. Iedereen was naar tegen mij aan het zeggen, Lieselotte, je moet op je achterrem drukken. Ik zeg, paneen, het zal wel lukken. Hè. Ik vond dat de max, die kriebels in mijn buik. En er was op een gegeven moment een hele steile bergaf. En ik was aan het chasen. En ik had een pet op en die pet vloog af. Nu, ik ben rechtshandig, dus ik pak gewoon van nature met mijn rechterhand naar die pet. Ik verloor controle over mijn stuur. En de enige hand die ik nog aan mijn stuur had, was de linkerrem, de voorste. Ik vlieg over kop, tegen 30, misschien wel 40 kilometer per uur. En ik vang heel mijn gewicht op met mijn onderkaak. Ik weet niet veel meer van die val. Dat was direct. En ik lag naast mijn fiets. En ik had een fluo-vestje aan, dat zag bloedrood. En plassen bloed overal. Mijn tanden lagen op de grond. Ik zag mijn tanden op de grond liggen. Ik probeerde die er terug in te steken. Ik weet dat dat niet logisch is. Maar ik pakte die tand vast. En ja, mijn leidster kwam naar mij en ik was eigenlijk zelfs niet aan het wenen. Ik was stil. Even gewoon in shock, volledig in shock. Ik voelde mijn bot van mijn kaak door mijn tandvlees steken. En ik zag al mijn vriendinnetjes van de Giro naar mij kijken. Mijn beste vriendin, die keken afschuwend naar mijn gezicht. En ik riep naar haar van, allee, Stefanie, kom met mij, kom met mij. En ze durfde niet. Ze keek mij gewoon vol verschrikking aan. Die had zoveel bang van bloed, die durfde gewoon niet. Dus mijn leidsters hebben mij zo goed en zo kon verzorgd. Totdat de ambulance kwam. En ze probeerden mij af te leiden, ik weet dat nog. Ja, Lieselotte, vertel een keer over Thailand. Waren daar ook bergen? Oh. Ik zo, ja, ik probeer het dan te vertellen. En, ik had daar dan een schone jongen ontmoet en ik probeer dat dan allemaal te vertellen. En op het moment dat de ambulanciers eraan kwamen, begonnen ze mij direct die windels rond mijn gezicht te doen. Want ja, heel mijn gezicht was... Mijn lip was weg, mijn tanden waren uit, een stuk van mijn tong. Ja. En die waren een windel rond mijn neus en mijn mond. Probeer maar een keer in het Frans uit te leggen, mijn gebroken kaak, dat je niet kunt ademen. Dus ja, uiteindelijk is dat allemaal in orde gekomen. En we lagen in een ambulance, ze hebben mij naar Oefalies gebracht. En ik weet nog dat ik tegen mijn leidster Cindy zei... Cindy, pak mijn hand als het, daar zit spiegelken in. Ik kon mijn eigen zien. En ze keek naar mij en zei, ik ga je dat niet geven. Zei. En ik dacht, oei, het moet wel erg zijn dan. Dus het tweede ding waar ik aan dacht... En dat was enorm belangrijk voor mij, want ik voelde dat mijn kaak helemaal naar de kloot was. Ik zei, ik ga nooit meer kunnen zingen. Ik zei dat tegen haar. Als mijn ergste nachtmerrie die waar was geworden. Als kind, ik verzon mijn eigen soundtracks voor mijn boerderijdieren. Ik kon alle reclammetjes meezingen. Ik kende musicals van voor naar achter. En zangeres worden, dat was toch wel een van mijn droomjobs om te doen. En ik dacht, ik ga het nooit meer kunnen.
we komen aan in Oefalies, in het ziekenhuis. En ze moesten testen doen, want er kwam bloed uit mijn oren. En in die keer soms, ja, dat er hersenschade is. Dus ze moesten eerst allerlei tests doen, voordat ze konden vaststellen, oké, ze heeft geen hersenschade, we kunnen haar morfine geven. Want ja, ze mocht geen morfine geven, anders kon ik niet fatsoenlijk reageren op die tests. Dus we moesten wachten en wachten en al die tests doen. En dat deed op een duur wel vrij pijn. De shock was voorbij, dus het begon wel zeer te doen. En ja, na al die tests, oké, gelukkig geen hersenschade. Het was mijn kaakbeen dat door mijn gehoorgang was gegaan. Dus chance, geluk bij een ongeluk. Hè? Dus ze komen daaruit met die dikke spuit morfine. En ik weet nog... Dat kun je niet beschrijven. Al de pijn direct weg en ik was in de zevende hemel. Ik zei nog tegen mijn lijster Cindy, die was dan nog altijd bij mij. Check die verpleger een keer, Cindy. Ga het een keer versieren. En op een gegeven moment, toen ik in de kamer lag, kwam er een mevrouw van de Giro met de papieren aan voor de verzekering en weet ik veel wat. En zij kon ook absoluut niet tegen bloed. En zij zat ook zo vrij op haar ongemak naar mij te kijken. Van, ah ja, ze durfde echt niet naar mij kijken. En ik zei tegen haar, mon garme, je moet hier niet blijven zitten als je niet wilt. Ah ja, ik vond het erg voor haar. Ja, ik voelde niets meer door die morfine. Dus ja, oké, uiteindelijk ambulancier naar Lier geregeld. Hop, met spoed naar Lier gebracht. Mijn ouders stonden daar te wachten. Mijn ma herkende mij niet meer. Mijn gezicht was van onder helemaal weg. En om toen die shock in die ogen te zien, toen dacht ik van, nu moet ik toch echt wel een spiegel hebben, want dat moet hier vreed zijn. Man. En ze brachten mij naar het spoed. Eerste operatie. Spalken op mijn tanden gezet. En ja, je kunt de kaak niet in de gips leggen, dat zou een beetje moeilijk zijn. Ze hebben die spalken met elastieken vastgemaakt. Dus eerst ja, die kaken op elkaar houden door die elastieken. Papjes eten, maanden aan een stuk. Tweede operatie, spalken weggehaald. Derde operatie, titanium in mijn kaakgewrichten gezet. Vierde operatie, schroeven eruit gehaald langs de rechterkant. Vijfde operatie, terug een keer aan die schroeven gesleuteld ergens. Uiteindelijk, zesde operatie, dat was toen ik 18 was. Ik heb het gehad toen ik 15 was, het ongeluk. 18. Mijn schedel was verder gegroeid. Maar mijn kaak, door dat ongeluk was dat niet meegegroeid met mijn schedel. Dus hebben ze alles terug moeten breken. Ze hebben dat hier allemaal doorgesneden terug. Mijn kin helemaal afgezaagd, naar voren gezet. Ze hadden mij trouwens niets verteld van die kin. Tof van die dokters. Ik werd daar wakker. Ik dacht, tja, ik heb zoveel zeer aan mijn kind, zijn er niets van gezegd. Maar goed, het is allemaal vreed erg en zo, maar ik heb ook wel goede tijden gehad in het ziekenhuis. Dat klinkt misschien heel raar. Maar ik heb toch al een paar grappige verhalen daarover. Ik was natuurlijk op een duur heel gewend om in ziekenhuizen te komen. Katheders vervangen en weet ik veel wat spuiten krijgen. Dat was allemaal ja, normaal voor mij. Op een gegeven moment zag ik op intensieve en ik had zo'n verpleger en dat was een metalhead. Ik weet dat nu, die had zo'n truckersnor. En die moest mijn katheder van mijn slagader weghalen. En ja, natuurlijk, als je dat eruit trekt, dat begint te spuiten. Ik vond dat het normaalste van de wereld. Ik reageerde niet echt. Ik had zoiets van, we waren aan het babbelen over graspop en... Oh ja, en die keek ze naar mij en zei van... Jawel, dat is de eerste, zeker zo'n jong meisje die niet flipt als er bloed uit haar begint te spuiten. Ik zeg, oh ja, dat is allemaal normaal. En dan intensieve, daar heb ik toch wel een paar goeie over. Nog een ander was, ik was 15 jaar. Dus ik had mijn eerste Doerfestival gedaan. Dat was mijn allereerste festival met mijn vriendje dan. Ik had dat bandje en normaal gezien met operaties moeten ze alle juwelen en bandjes wegdoen. Maar ik had specifiek aan de dokters gevraagd, moet mijn bandje aanlaten, want ik wou dat als aandenken houden. En de verpleegsters keken op intensief op mijn formulier en ik was zo wat aan het wakker worden. En ja,
in de Kempen. Hè. Zeg, Maria, heb jij dat nou gezien? Die heeft er pannenke laten aanhouden? Ja, ja, ik heb dat ook gezien, Mariette. Ja, zeg, op die festivals tegenwoordig. Dat doen ze toch allemaal drugs en zo, hè? Ja, dat is toch iets geworden, hè, zei ze. Dat is toch iets. Zeg, wist jij dat er tegenwoordig een verschil is tussen roken en smoren? In onze tijd was dat toch niet, joh? Zijn die zo. Ik dacht, wat is deze? Waar word ik nou wakker? En twee bedden verder lag er een jongen van in de 20 met zijn benen omhoog. En die begon zo... Die begon zo te lachen. Ach, man. En dan... ja, dat was ook nog een van intensief. Ja. En dan mijn zus en ik... Mijn zus en ik, wij hebben ook heel veel lol gemaakt in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld, ze moesten mijn gehoor testen, aangezien dat mijn kaak door mijn gehoorgang was gegaan. Dus ze kijken, is dat gehoor nog oké? Dus we gingen naar de gehoorsdokter in het ziekenhuis. En mijn zus was meegegaan. Nu, het was allemaal aan mijn gezicht. Dus mijn gezicht was zo opgezwollen als ik weet niet wat. Ik zag eruit als een pompoen en ik had kort haar. Ik zat in een rolstoel en ik had nu niet bepaald vrouwelijke kleren aan, een ziekenhuiskleedje. Die meneer bleef maar heel de tijd jonge heer de schutter tegen mij zijn. Mijn zus zei, het is Lieselot de schutter. Ja, ja, ja. Allee, ga maar zitten, hè, jonge heer. Ik heb nagellak op, ja. Anyways. En hij had zo'n muntgroene, echt een lelijke muntgroene broek aan. En het ging niet. Die koptelefoon op mijn gewrichten, dat deed pijn. Ik zeg van, kijk, het lukt echt niet. Ik heb geprobeerd, het doet pijn, het lukt niet. Allee, hij was lastig. Allee. Was al vrij meelevend voor een dokter. Hè. Fantastisch. Nu, er klopt iemand op de deur. Ja, tok, tok, tok. Een dokter zegt, frisuur. Ah, kom binnen. En die komt niet binnen. Tok, tok, tok. Ik zeg zo voor te lachen in zijn plaats. Kom binnen. En hij komt nog niet binnen. En ik zeg tegen die dokter, ah... Hij zal voor zijn gehoor komen, hè, dokter. Man, die keek nogal zuur naar mij. Goh, goh. Maar we hebben toch goed gelachen. Allee. Dus, ja, het was grappig. Ik heb grappige dingen meegemaakt, erge dingen. Maar het heeft toch een effect gehad op mijn leven. Het was 2 millimeter geschild of mijn bot zat in mijn hersenen. Ik had gehandicapt of dood kunnen zijn. Om op zo'n jonge leeftijd, op 15-jarige leeftijd, zoiets mee te maken, is toch wel zwaar. Je bent bijna dood geweest of ergens. Maar ik had heel veel chance gehad. Ik wist dat. Ik had geluk bij een ongeluk gehad. En ik dacht van, ik moet op mijn 18 jaar al die operaties achter de rug. Mijn gezicht zag er terug weer een beetje normaal uit, want ik heb redelijk wat plastische chirurgie gehad ook. Ik zeg van, ik moet alles meegemaakt hebben. Ik moet alles meegemaakt hebben. Dus ik heb daardoor... toch wel een paar foute keuzes gemaakt ook. Ik heb een beetje te veel geleefd. En daardoor ben ik toch wel 2 jaar serieus een dieper in gegaan. Een beetje verkeerde beslissingen gemaakt. Ja, je wilt leven, maar niet op die manier. En op het moment dat ik door een bepaalde reden terug in het ziekenhuis was geraakt, dacht ik, dit kan niet meer, dit moet stoppen. Ik heb mijn leven omgedraaid. Ik ben terug met muziek begonnen. Ik weet nog dat ik toen samen was met een vriend en ze belde mij op, zei Lieselot, morgen vertrekken we met 3 bands naar Frankrijk. We gaan op straat gaan spelen. Is dat goed? Ik vraag aan mijn vriend, zeg, maak ik met 3 bands, allee, eigenlijk allemaal gasten naar Frankrijk gaan morgen? Nee. Goh. Ja, ik denk dat ik toch ga gaan. Eerlijk gezegd, oké, het is misschien egoïstisch, maar het is toch de beste beslissing die ik gepakt heb in mijn hele leven. Want daar is mijn band gevormd, Tin Soldier in the Underwoods. En sindsdien ben ik super actief bezig geweest met muziek. Ik maak terug de juiste beslissingen en ik geniet van het leven op een goede manier. Ik geniet van elke dag. Ik geniet van elke keer dat ik op een podium mag staan en mensen mag entertainen. Want het had bijna allemaal niet meer waar kunnen zijn. Door mijn kaken... Ja, doordat er allemaal nog protheses zijn. En
eigenlijk geen rond gewricht is, maar een hoekig gewricht, is dat nu wel allemaal aan het afslijten aan heel hoog tempo. Wat houdt dat in? Ik ga waarschijnlijk artrose krijgen tegen mijn 30ste in mijn kaak. Voor de zangeres is dat niet zo goed. Ik besef dat wel. Maar langs de andere kant, ik ben sinds dat ongeluk een ongelooflijk optimistisch persoon geworden. Ik ben altijd optimistisch geweest, maar god, binnen 10 jaar, wie weet waar dat ze staan. Ze gaan zo snel tegenwoordig, dus ik maak me er eigenlijk geen zorgen over. En ik geniet van elke keer dat ik mijn mond mag open trekken om te zingen. Maar ja, voor andere dingen ook. We babbelen dat ook wel graag. Maar, en dat is eigenlijk de boodschap die ik daaraan heb overgehouden. Genieten van het leven, de juiste beslissingen maken. En ja, leef elke dag alsof dat uw laatste kan zijn. Dat was Relaas nummer 8. Je hoorde het verhaal van Lieselotte Schutter. Ze is lerares in Gent en zangeres bij onder andere Tin Soldier in the Underwoods. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er zelf graag ook eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Urgent FM en REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree, Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox en mezelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook, zoek gewoon op Relaas. Abonneer je op onze podcast, op Soundcloud of iTunes. Waardeer ons, laat een comment achter. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, geniet van elke keer dat je je mond mag opendoen. Zelfs wie keihard op zijn muil gaat, komt er wel weer bovenop.